Ja, gefeliciteerd. Toch een regenboogtrui. Vond je het leuk? Ja, het was vooral enorm lastig. Dat heb ik me eigenlijk ook wel een beetje aangedaan, maar ik wou de wedstrijd zo lastig mogelijk maken om dat iedereen al wat afgezien toen als we plaatselijk rondje kwamen. Omdat dan de situatie waar ik een beetje voor vreesde kwam wel uit. Maar dan, als iedereen al heeft afgezien, is dat net iets makkelijker te controleren. Is het ook moeilijk om je in te houden zo in de laatste wedstrijd van het seizoen? Het was nog 115 kilometer tot de finish, toen ging je. Wat dacht je nog één keer? Ja, dat lag ook gewoon de lastigheidsgraad van het parcours. En ik wou daar eigenlijk, zoals ik zei, een beetje de schifting voeren. En dan neem je toch altijd mee zo'n inspanning naar de finale ook. En ik denk dat dat wel een goede tactiek was. Waarom wil je dit zo graag? Ja, het is toch wel een groot evenement aan het worden. Ik denk ook onder de renners leeft hij echt wel het gravelen. En ik denk dat bijna iedere wegproef ook aan het gravelen is. Dus ook voor de sponsors heel belangrijk, vooral voor de fietssponsor. Dus het is heel mooi. Is het ook een beetje circus waar we naar kijken? Zo met dat station hier, die lust zo naar boven door dat station en fietsen. Ook een beetje klein circus? Oh, het heeft zijn charme wel. Je moet natuurlijk op een of andere manier, je zit hier in het midden van Leuven en je moet er in en eruit geraken om dan op de gravel te komen. Dus je kan ook niet verwachten dat je hier 100% gravel hebt zoals in Amerika. Dus het is een beetje een combinatie van beide werelden. Het seizoen zit erop nu voor je. Hoe voel je je dan als je zo over de finish komt en denkt van poepoe, dat was hem? Ja, ik heb toch wel nog afgezien die laatste wedstrijd, maar het is toch wel mooi om op een hoogtepunt te stoppen. Het is toch altijd fijn om zo de rust in te gaan. Wanneer heb je voor het laatst friet op? Lang geleden, maar vanavond waarschijnlijk terug. Nog even naar de frituur, maar Ten Dam verwacht je trouwens nog op de afterparty. Ik zal kijken of ik dan nog raak.